Ik. De meeste papa. Kijk, zie. De hoogwaterbron. Bijna. Lekker aan de schoen. Getest worden. Is het nog een schoen? Kijk hoe je banden op. Ik heb thuisschool gedaan. Gaan we nog even te huis. Dat is gek, hè? Dat. Wat voor badjes zit. Wat uit. Even nog eraan. Oh. We laten hier los. Dan deugen is niet. Gaan we zien in onze vlog. Bananen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En jullie zien het goed. Vandaag is in principe de eerste schooldag gepland van Luan, Lucilla en ook Luxie. Want ze mag ook naar het kinderdagverblijf. Gisteravond gingen ze helemaal vol enthousiasme slapen. Super veel zin in. Daniel en ik stappen ons bed in. We kijken nog één keer even de e-mail na waarvan we de hele dag geen tijd hebben gehad. Omdat we zo druk bezig waren met de verhuizing. En wat zien wij? Een melding van het coronavirus op school. Helaas. Pindakaas. De eerste schooldag nam toch een iets andere wending dan dat we met z'n allen in gedachten hadden. Want ze hebben hier echt al weken naar uitgekeken. Maar er is een besmetting op school. Dus de eerste schooldag wordt nog even uitgesteld. Lucilla die slaapt nog. Luxie die slaapt nog. Luan die kwam vanochtend om 6 uur, was hij al aangekleed en wel met zijn nieuwe outfit. Zijn haar gedaan, zijn tanden gepoetst. Stond hij bij mijn bed. Mam, ik ben klaar. En toen moest ik hem teleurstellen dat het zijn eerste schooldag niet doorging. Vond hij uiteraard een beetje jammer. Maar Daniel zei, kom, wij nemen jullie vandaag gewoon lekker mee. We geven gewoon thuis school. Want dat hebben we natuurlijk maanden gedaan. We hebben dat online Skoola programma toen aangeschaft. Daar gaan we ook gewoon weer mee verder. En voor de rest, nemen we ze gewoon weer lekker mee in deze dag. En volgens mij is Daniel al met de eerste wasronde bezig in ons nieuwe huis. Want we hebben hier nu ook de wasmachine. We hebben nu natuurlijk een week geklust. We hebben dus was van een week. Gaan we eens even kijken waar ze zijn. Het ruikt heel heerlijk naar wasmiddel. Ja hoor, goedemorgen. Welkom bij het eerste thuisschoolvak. Wasbal. Dit is de huishoudschool. Dit is het vak hoe word ik wasman. Ja jongen, dat was even een dompertje vanochtend, hè? Ja, heb je het verteld? Ik heb het net verteld, ja. Kijk, hij had zijn nieuwe outfit helemaal aangedaan, zijn haar helemaal netjes gefixt. Ja, dus toen zei papa van nou, jongen, kom maar. We gaan lekker de was doen. Ja, maar ik ben hier ook allemaal weer van onderwijs staan. Was doen, tonieren, huishouden. De roze kleedjes voor je zusjes ophangen. Ja, jongen. Boekhouden. Hé, maar ik ga eens heel even een klein blikje werpen bij de slaapkamers. Want de meisjes slapen nog. Succes met jullie was. Ja, dan is mijn papa weg. Nee. Papa is streng. Meester papa is streng. Ik loop heel zachtjes even naar meisjes toe, want het is natuurlijk nog niet zo heel erg laat. Ja, ik had gisteravond helemaal om de veronderstelling dat vandaag dus echt de eerste schooldag zou zijn, had ik alle tassen al klaargelegd met de voorbereiding. Het is voor ons de eerste keer naar deze school, dus de route fiets, we zouden op de fiets gaan. Bakfiets had Daniel klaargezet, de kinderfiets had Daniel klaargezet, een route hadden we uitgestippeld. We zouden wat eerder gaan, want we niet precies weten hoe of wat. En op het schoolplein is het natuurlijk allemaal nieuw. En wij ook door corona mochten Daniel en ik eigenlijk ook niet in de school. Dus wij hebben ook nooit in de school gekeken. Dus we kunnen alleen maar op het schoolplein de kinderen heel veel plezier wensen. Dus wij wilden echt wel met ze mee om de eerste schooldag toch een soort van... Hè, ook voor Luxie natuurlijk. Want die gaat voor de allereerste keer weer naar een kinderdagverblijf. Sinds nou, dat ze dus niet meer naar dat andere kinderdag... Ja, sinds eigenlijk de coronacrisis uitbrak. Want toen zijn we gestopt met het kinderdagverblijf. Dat is nu dus een jaar geleden. Dus ik had de gymtassen voor de kinderen klaargezet. En ik had, gymschoenen had ik er allemaal in gedaan. Ik weet niet precies wanneer ze ook weer gym hebben. Maar ik denk, dan hebben ze in ieder geval de gymtas op school. Tasje van Luxie had ik meegenomen. Dit tasje is eigenlijk van Lucilla geweest toen Lucilla naar het kinderdagverblijf ging. En Luxie vond hem zo leuk dat Luxie hem wilde hebben. Heb ik haar broekluiertjes ingedaan. En natuurlijk de schooltas van Lucilla en van Luan met hun bekertjes, hun broodrommels en hun fruitbakjes. Dan kan ik het nu nog even smeren. Kan ik het meteen in de tas doen. En dan is 's ochtends alles klaar. Kunnen ze lekker ontbijten. En dan hup op de fiets.
Want we kunnen gelukkig gewoon op de fiets naar school. Het is niet heel veel verder dan dat we zijn gewend van ons oude huis. Maar goed, dat wordt hem dus niet. Oh, en wie ligt hier op de bank, jongens? Wie ligt hier op de bank? Als vanouds, onze Pip. Goedemorgen, Pip. Heb je ook lekker geslapen? Heb je ook lekker geslapen hier op de bank? Ja, en waar is Voezel dan? Oh, kijk, Voezel liggen. Ik heb net het open haartje aangedaan. Ik heb trouwens dit hier gisteren nog neergezet. Dit heb ik besteld via de Action. Kun je op reservering doen trouwens, niet gesponsord. En dan kun je dan gewoon ophalen wat je hebt besteld online. Dus dit heb ik van de Action hier neergezet. Ik dacht wel leuk bij dit bankje zo. Niet zo'n heel groot lompe tafeltje, maar gewoon een klein bijzettafeltje. En wie ligt hier dan op het kleedje? Of op het kussen? Bij het open haartje. Dat is onze Voezel. Hé jongen, lig je ook nog lekker te chillen? Ach, kerel dan. Kijk, ligt hij lekker op het grote kussen. Dat is lekker, hè? Nou, dan gaan wij eens even kijken waar de kinderen zich bevinden. De meisjes. Over Luxie gesproken, ze is heel erg blij met haar eigen kamer. Dat is al een goede stap vooruit. Ze speelt heel veel in haar kamer. Ze is heel erg blij met haar bedhuisje, zoals ze het zelf noemt. Dit is de derde nacht dat we hier slapen. De eerste nacht hebben we het geprobeerd om haar in haar eigen bed te leggen. Maar toen zetten ze het echt, nou ja, niet op een gillen, maar ze werd heel... Ja, ze zei mama spannend. En dat begrijpen we uiteraard ook. Het is een nieuw huis, alles is nieuw en dan opeens in een ander bed. En dus ze heeft bij ons geslapen in bed en ze ligt nu nog steeds bij ons in bed te slapen. We hebben gelukkig een heel groot familiebed, dat wat ze ook gewend is. Dus in principe is het oké. Alleen we hopen wel dat langzamerhand dat we haar steeds een beetje laten wennen aan haar eigen kamer en haar eigen bed. En we ook zeggen als straks een broertje er is, baby uit de buik, Luxie dan sowieso in haar eigen kamer slapen. Dus wij werken daar heel langzaam op onze eigen manier, jongens. Dus op onze eigen manier werken wij daar langzaam naartoe. Maar ik ga eens even kijken of ze nog slapen. Hier door de gang, het is nog een beetje donker. Even kijken hoor. Kijk, het is even donker buiten. De lamp gaat automatisch aan trouwens als je hier komt, want er zitten van die sensors. Even kijken waar die zitten. Ja, ergens. Precies. Nee, ik weet niet precies waar ze zitten, maar er zitten sensors in de gang. Kijk, als je loopt, dan... De lamp uit automatisch aan. Ik weet niet of jullie dat hoorden, maar dat was mijn buik. Mijn buik brandt van de honger. Van de trek. Oké, ik ga nu naar... Oh ja. Ze hebben gisteravond ook voor de eerste keer op hun eigen badkamer gedoucht. Super chill dat ze gewoon een eigen badkamer hebben. Kijk, hier hebben ze gisteravond gedoucht. Met z'n drieën. Je hebt eigen tandenborstel van Luan, van Lucilla... Van Luxie en zelfs het kleine babybroertje heeft van Luxie een tandenborsteltje gekregen. Dat was nog van de verloskundige. Kijk, en hier hebben de kinderen gisteravond gedoucht. Lekker heerlijk onder hun eigen douche. Zodat mama en papa een beetje het domeintje bij de badkamer ook een beetje voor onszelf kunnen houden. En helemaal niet erg als ze in het weekend lekker in het bubbelbad gaan. Dat is helemaal niet erg. Maar het is wel heel fijn dat ze hun eigen domeintje hier hebben. Trouwens ook wel plantjes opgehangen voor... De gezelligheid. Maar we gaan nu eens even kijken naar Lucilla. Lopen we hierheen. Slaap Lucilla. Kijk, ze had hier haar kleren klaargelegd. Dit panterjurkje aan. Slaap nog even. Poepje. Oh. Snoepie. Oh. Nee, had je zo lekker geslapen? Had je lekker geslapen? Goedemorgen, prinses. Het is weer een nieuwe dag. Ze heeft helemaal rode blosjes van het buitenspelen gekregen. Het is natuurlijk weer een beetje afgekoeld buiten. Dus het is weer een beetje koud. Ze heeft gisteren met Luan en Lucilla zoveel buiten gespeeld dat ze helemaal van die rode blosjes heeft. Dus ik had een beetje zak op gedaan al, hè.
Hé, hey, hallo. Wie komt daar? Hebben we hier de wasman? Ja, dat is gewoon de wasman. Zijn was in de kast aan liggen. Hey, dit is wel heel handig. We hebben een lampje. Ja, we hebben een lampje. Oh. Kijk, dan wasman. Ja, ik. Dat nou. Oh, als mensen dit thuis ziet, zoekt u nog een wasman die alles kan. Alleen voor jou, meneer. Die het zelfs in de kast legt, opvouwt. Weet je je onderbroekjes hebt? Onderbroekjes. Die is zo raar. Dat ken ik deze. Kijk, dit is ook een ding wat ik vandaag nog ga doen. Gisteren zijn alle kinderkamers ingepakt met de klerenkasten. Alleen de mijne moet ik nog doen. En Daniel moet ook nog zijn spullen uitpakken. Maar is ze wakker? Ach, kijk dan. Ze is wakker. Goedemorgen, prinses. Hé, hey, goedemorgen. Kom lekker nog even knuffelen in het grote bed. Van de klerenkast van Luxie, mama, hier? Ja. Oh, ja. Lekker gedaan. Ja, jij moet bij haar nog dingetjes even op de haakjes hangen. Dat moest ik nog even doen. Oké, dit is Priscilla en dit is Luxie. Ja, toppie. En je hebt hier de onderbroeken en zo, hè? Had je de sokken? Oh, is dit voor Luxie hier? Ja. Kom nog even lekker knuffelen in het grote bed? Ja. Kom dan maar even. Beetje pluizaartjes. Kom. Beetje sliertjes. Ja, leuk, hè? Ja, ja, ja. Ja, je kunt ze open doen. Luxie is weer lekker omgedraaid. Je denkt, ik draai me nog even lekker om deze vroege ochtend. We gaan vandaag niet naar school. Waarom niet? Vertel maar, jongen. Even corona. Ja, dus helaas had er ook heel erg op verheugd. Ja, nieuwe vriendinnetjes maken in de klas. Dat wel. Maar die eerste schooldag gaat nog wel komen. Alleen nog niet vandaag. Dus je kunt het ook zo zien, als dat zo zou zijn, dat je vandaag gewoon nog een extra dagje vrij hebt. Dan kan je nog lekker papa en mama helpen. De meeste papa komt eraan. Ja, die gaat je les geven. Gewoon weer thuis gaan. Waar mee les geven? Schoela hebben we sowieso. Nog wel wat huiswerkopdrachtjes. Huishouden. Eenmaal ons meehelpen met het huishouden. En het vaatwassen, uitpakken. En het uitpakken. Mama's klerenkast moet nog gedaan worden. Moeten nog een dingetje in de muur ophangen. Jouw kaptafeltje moeten we nog maken. In elkaar zetten. Ik ben al in mijn kleren klaar. Ja, je hebt een beetje kleren klaar. Dat heb je heel goed gedaan gisteren. Ik zie ze gaan lekker naar slapen. Schattig. Moet ik ze lopen? Ja. Nou, ik heb Lucilla op schoot. Kom ja, we gaan lekker even aankleden en lekker ontbijten. En ja, dus kijk vandaag weer. Luxie. Lekker poppetje. Het is ook heel vroeg natuurlijk, omdat de kids naar school moesten. Nou ja, het is bij ons ook altijd heel vroeg. Maar goed, kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Nee. Mama, waar leg mijn thuispakjes in? In die witte poef. Daar heb ik jouw matjas aan, al jouw unicorn pak en je pippak. Allemaal neergezet. Zullen we lekker aankleden, liefie? Of draai nog even lekker om? Luxie draait nog even lekker om. Luxie heeft trouwens gisteravond zelf haar pyjama aangedaan. Goed, hè? Helemaal zelf. En Lux? Nou, kijk. Hier is Luxie. Haar slaapkamer. Zo, wat een mooi prinsessenbed. Oh nee, huisbed was het, hè? Huisbed, kijk eens, die staat er mooi bij. En jouw knuffel heeft denk ik super lekker geslapen in jouw huisbed, kijk. Die ligt er nog lekker onder de wol. Jouw nijn. Kijk, en mama had gisteravond had mama jouw kleren klaargelegd. Op jouw bankje. Kijk, hier op het bankje heb je mooi jouw jurk. En jouw rompertje en jouw maillot. Lucilla heeft lekker haar unicorn pak aangedaan. Heb je weer lekker geslapen in jouw kamer? Ja. Ja? Goed, zusje. Dan gaan we eens even kijken waar Luxie is. Luxie? 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 Is niet meer op haar kamer. Luxie? Ben je al aangekleed? Oh, kijk dan. Ben je hier gaan zitten? Zo, ik even helpen aankleden. Wil je daar aankleden? Ja? Oké. Nou,
is ook een plekje om aan te kleden. Ik kan er net bij. Tanden poetsen? Poeder? Zo. Handen wassen. Oh, handen wassen nog. Zeep hier. Zeep is daar. Ja, ruikt hij lekker? Oh, ruikt heel lekker fris. Krijg je hem dan nog aan? Gladde handen. Ja, nu maar wassen. Koud. Wassen, wassen, wassen. Goed zo. Toen waren de handjes weer droog. Ja, lekker. Oeh, heerlijk. Wil je nog een haarband uitzoeken? Ja, dat is jullie haarbandela. Die niet. Deze? Die past wel bij je outfit. Deze, ik kan mee tellen. Ook die? Oké. Zo, deze haarspray? Nee. Oeh, die ruikt lekker. Voor de prinsessenhaartjes. Ook op jouw jurk. Dat is voor jouw prinsessenhaartjes, hè? Nou, de haarband maar op. Zo, zit die goed? Ja, die ik weer terug. Doe maar weer in de la. Dat is voor Lucilla. Kom, doe maar weer in de la. Samen doen. Ja, samen doen, hè. Ja, toppie. Ja. Zo, nou. Luxie is er weer klaar voor vandaag. Ga je mee? Gaan we lekker een ontbijtje maken. Kom maar. Ja. Het lijkt wel weer een hele ochtendroutine. Op deze maandagochtend. We lopen trouwens één week achter voor degenen die dat hebben gemist. Ja, doe de lamp maar uit. Want onze vlogs zijn vanaf gisteren zijn het weer vlogs van één dag in plaats van twee dagen. Omdat onze verhuizing, zeg maar, in principe op zit. Dus kunnen we gewoon weer lekker dagelijks gaan vloggen. En lopen we dus maar één weekje achter in plaats van anderhalve week. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, toen ging de lamp aan. Gaan we door de deur. Kun jij de deur openmaken voor mama? Sterke Luxie. Goed zo. Goed zo. Ja. Waar zijn Luan en Lucilla? In de speelkamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Zal mama zo even lekker een ontbijtje maken? Ja. Ze zitten alweer lekker te chillen op hun eigen speelkamer. Oh, heerlijk. Mama. Voor een Disney TV'tje. Ja, liefje. Ja, ik zie het, ja. Dat is een unicorn, hè? Een unicorn nee, op het televisie. Ze zijn verkleed. Oh, ze zijn verkleed. Ja. Yeah. Oké. Okay. Lucilla zegt het al. Mama, je had alles al klaargelegd. Kijk, ik had hier alle tasjes van jullie allemaal al neergezet. Ja, die gebruiken we dan gewoon even voor een andere dag. Ja. Toch? Ja, nou. Is de drinken al veel te warm. Het drinken, ja, maar drinken, dat had ik er nog niet in gedaan. Het zijn nog lege bekers. De bekers zijn nog niet gevuld, dus ze hebben geen warm drinken over een paar dagen. Nee. Lucilla, begin dan Luxie alvast met school, hè? Nee, die ben ik kwartier. Welke wil je doen, Zilla? Rekenen? 10. Super, nou, gaan jullie vast even een half uurtje thuisscholing doen? 9. Papa gaat nog even de heus stofzuigen. 7. En de was uithangen en dan gaan we lekker ontbijten, goed? Zijn jullie hier? Gewoon wil oversteken. Ja. Maar doet hij veilig? Ik ben Hoe moet het wel? Skoola, wat goed. Heeft papa je hier neergezet? Ja, taal. Voor de goede manieren. Voor goede manieren. Oh, toet, dat je er aan de kant moet. Ja. Hoe steek je veilig over? Zet de plaatjes goed. Nou, Lucilla is heerlijk bezig met haar... Kijk naar links. Skoola. Steek rustig over. Gisteravond heeft Daniel trouwens nog dit bureau of dit dressoir hier neergezet. Lampjes moet ik even uitpakken en de tv moet nog even ophangen. En dan komt hier in dit hoekje deze tv te staan. Bij ons dit bankje, zeg maar, het open haartje. En de werkkamer. Luxie? Terwijl Lucilla nog even verder gaat met haar thuis. Schoolen, mama, ja. Ik ging ook verder om eten.
Ja. Ga ik even een boterham smeren. Ik heb de pakketjes uitgepakt. Luan heeft pakketjes uitgepakt, want ze hadden weer wat binnen. Van, wat is het? Oh ja, de badmatten. Dit zijn badmatten. Dit. Lekker grote. Ja, dit is een nachtlampje voor bij mama en papa bij bed. Ja. Ja. Hé, hey, en jongen, heb jij jouw nieuwe outfit al laten zien? Luan heeft nieuwe outfit uitgezocht. En voor zijn eerste schooldag had hij dit aan. Nou, vandaag is dus niet de eerste schooldag, maar wel even showen. Kijk. Grote jongen geworden, want hij kreeg hele hoogwaterbroeken. Ja. Want de broeken waren eigenlijk bijna allemaal te klein. Die had zelfs nog maat 116 in je kast hangen. Maar hij heeft nu echt maat 122. Ja. Dan kom je niet meer onderuit. Krijgt hele lange benen opeens. Maar mooi setje, jongen. Ja, dat heb je allemaal netjes in de kast gelegd. Ja, wat is er, liefie? Daar spelen. Wil je daar spelen? Babyboyen. Met de wat dan? Babyboyen. Gaan we even door de jungle? Oké, waar gaan we heen? Babyboyen. De babyboot. Nee, baby hier. Baby hier? Ja. De babypopjes. Kijk, want ik heb hier die ark van Noach. Kijk, hier hebben we de ark van Noach neergezet. Superleuk, dit is een houten blokken boot met alle beestjes in, alle diertjes. Ik heb een goed idee. Heb jij een goed idee? Ja. Wat voor een goed idee heb je dan? Ik? Ja. Oh, ja. Zootje. Ja. Kijk, en dan moeten ze de blokjes in de goede vormpjes doen. Van de boot. Ja, olifant. Die moet daardoor. Goed zo, Luxie. Nee, mama. Bijna. Ja. Goed zo. Kikker. Het is geen kikker, dat is een krokodil. Ze zegt kikker tegen een krokodil. Goed zo. Heel goed, Luxie. Een krokodil. Goed zo. Ja, waar doet de krokodil. En pas op, want anders bijt hij in je... Bil. Ik heb hier nog wel wat brood, maar dat moet even een beetje ontdooien. Dus we pakken even de lekkere rijstwafeltjes met chocopasta. Daar zijn ze ook altijd gek op. En oh ja, ik heb gisteren ook nog deze leuke planken hier neergelegd. Kijk, op het gasfornuis. Ik dacht, het staat misschien wel leuk, omdat je hier heb je natuurlijk die pitjes. En als ik nou van die leuke planken had, is dat oudere planken. Gewoon die we thuis al hadden, deze. Die lagen er eerst op. Maar ik dacht, dit ziet het er misschien toch net iets robuuster uit. Wat wel weer een beetje past bij de keuken. Dus die heb ik bij de Action. Dus die heb ik gisteren bij de Action ook laten bezorgen. Nou nee, opgehaald. Die heb ik gereserveerd en die heeft Daniel toen opgehaald bij de Action. Overigens wel echt super handig. Ik miste heel erg de Action in het begin. Omdat met verhuizen al die tierenlantijntjes, ja, dan kun je gewoon lekker allemaal handig halen bij de Action. Maar toen las ik dus op de website dat je dus... een reservering kan doen met de spullen die je dus wil. En dan kan je het op een bepaald tijdsblok kan je het dus ophalen. En dan kun je het gewoon daar ook wel afrekenen. Dus dan kun je alsnog een spulletje bij de Action kopen. Het is ook niet gesponsord door de Action, als jullie dat denken. Maar ik vond het wel een heel handige uitkomst. Want hierdoor kon ik dus allemaal bijvoorbeeld lampjes, deze dingetjes. Kijk, hier. Dit bijvoorbeeld is een tafellampje. Die vond ik ook wel heel erg leuk. En... ja, ik miste nog wat van de kaarsenstandertjes. Ik had wel vaccinelichtjes, maar geen kaarsenstandertjes. En zo heb ik allemaal van die tierenlantijntjes nog eventjes. Deze ook, super mooi. Kijk, die hadden we gisteravond aan. Deze kaars. Kaarsenstandaard is dat eigenlijk zo. Maar ik had er een kaarsje, heb ik er dan bij ingezet. En dat tafeltje wat jullie daar gisteren hebben gezien, die heb ik allemaal bij de Action vandaan. Zo krijg je toch een beetje een sfeertje, zeg maar, in huis. Dat het een beetje eigen wordt en gezellig wordt en knus wordt. Daniel noemt het Farah's Tierenlantijntjes. Maar misschien wel herkenbaar onder de stelletjes onder ons. Het is toch een beetje het vrouwending, zeg maar, om het gezellig aan te kleden. En dat is dus wat ik met Action dingetjes heb kunnen doen. En gelukkig konden die dus gewoon online bestellen en dan ophalen en dan in de winkel betalen op tijdsblok. Dus, Oh, ik krijg de baby buiten een kusje. Mama, ja? Is het goed dat ik daar een hand? Ik wil nog even chocola doen. Wil je nog chocola doen? Is ja, goed. Ja, ik denk dat je vertelt dat ik daar even eet. Ja, dan ga ik even... Kijk, ik was een chocopastasje voor jou maken. Ja, dat vind je lekker, hè? Nou, kom ik zo jouw chocopastasje. Ze wil er even verder met chocola. Ik wil drie. Oké. Okay. Maak ik er nog eentje bij. Maak ik er nog twee bij voor jou. Trouwens, ook wel heel erg handig dat onze werkkamer dus precies achter de keuken zit.
Dan ben je zo even heen en weer gelopen. En ja, inmiddels werken we hier dus ook al. We hadden in het begin dus een beetje last van de internetverbinding. Ja, last van de internetverbinding. We hadden gewoon geen internetverbinding. Die moest hier allemaal nog goed aangesloten worden en zo. En dat was eventjes een beetje een geromslomp. Maar uiteindelijk is het gelukt. Waardoor we dus in het begin de vlog niet goed konden uploaden. En we dus ook iedere keer in Zwolle weer de video moesten uploaden. Daniel dus ook weer s'avonds daarheen moest om die video online te zetten. En dat scheelde heel erg dat we 2 dagen in 1 vlog hebben gedaan. Anders hadden we nooit... hadden we denk ik niet gered, ook met internet niet, om toch vlogs up te loaden. Maar goed, ik hoop dat jullie die lange vlogs, de verbouwingsvlogs, de verhuisvlogs moet ik zeggen, het waren geen verbouwingsvlogs, leuk hebben gevonden. Ik weet het, misschien een beetje lang soms, omdat het natuurlijk 2 dagen in 1 vlog was. Maar hierdoor konden we toch iedere dag voor jullie een vlog uploaden en gewoon iedere dag blijven vloggen. Ondanks we niet alle dagen internetverbinding hadden. Maar nu gelukkig dus wel. Oh, ben je aan het lopen met Beer? Is dat jouw beer? Een Lucilla beer. Ja, kijk eens. Alsjeblieft. Ja, jij ook. Wat zie je? Luan lekker met boterhammenworst. Kijk eens, kerel. Alsjeblieft. Even lekker aan de schoela. Nou, terwijl de kinderen daar nog even lekker met hun schoola-programmaatje bezig zijn. En Daniel zich aan het aankleden is, plof ik heel even op de bank. Want we hebben net gebeld met school, met de schooldirecteur. En die zegt ook helemaal prima, de kinderen moeten daar nu getest worden. En het is best wel weer een gromslomp. Dus we laten de week, de eerste schoolweek, vanaf volgende week beginnen. En dan krijgen ze pas hun eerste schoolweek. We krijgen inloggegevens van deze school, van dat de school zelf, zeg maar, dat je kan inloggen, want je hebt van die programma's, wat we ook bij onze oude school hadden natuurlijk, maar dat is nu dus op deze school. En via deze school kunnen wij dus online lesgeven aan, vooral voor Luan, want hij zit natuurlijk in groep 4, dat hij wel gewoon de lessen kan blijven volgen die hij anders ook had moeten volgen. Alleen dan gewoon weer online, zoals we natuurlijk zijn gewend in de corona lockdown. Alleen dan via deze school in plaats van de andere school. Dus dat is super goed geregeld en heel erg fijn om dat nou zo te hebben opgelost. En voor de rest zitten we gewoon lekker in ons nieuwe huis deze hele week. En geven we ze gewoon thuis school. En gaan ze vanaf volgende week pas echt naar hun nieuwe school. Als alles daar weer een beetje rustig is met de coronabesmettingen. Daniel die is even alle spullen weer... Oh, dus trouwens ook de plantjes erop. En ik heb hier kleerhangers. Allemaal van die kleine dingetjes. Kleerhangers hier niet. We hebben nou kleerhangers voor jassen. Die 2 plantjes heb ik daar nog neergezet. Maar Daniel is alle spullen uit de aanhanger aan het kruien. Gaat hier automatisch de lamp aan. Hier hangt onze oude klok. Toen wij net zijn getrouwd... Toen hadden wij deze in onze slaapkamer hangen. Daarna is hij echt in dozen gebleven. Hij doet het niet meer, zoals jullie zien. Maar volgens mij dacht Daniel, dit is wel een leuk plekje om even deze lamp op, of die klok op te hangen. Dus die heeft hij zelf daar opgehangen. En hij is dus de aanhanger aan het leeghalen die hij gisteravond nog met een vriend heeft uitgepakt. Zodat we straks, want we moeten straks weer naar Zwolle. Oh, het heeft geregend. Zodat hij straks nog even... een lege aanhanger mee naar Zwolle kan nemen voor nog een paar dingetjes. Even kijken waar die is. Ik loop hier op mijn sloffen. Kijk, daar is dus die werkkamer. En Daan. Ah, hebben we hier nog een schuur? Ja. Is dit nog een schuur? Ja. Ik wist helemaal niet dat we nog een schuur hadden. Hier staat de aanhangerwagen. Die is van een vriend van Daniel. Die moet hij nog terugbrengen. En deze die hebben we van Daniels vader. En die zit nu dus ook vol? Ja, dat zijn voornamelijk alle schuurspullen. Oh jee, nog veel hé. Hey. En wat is dit dan? Wat is dit? Een surfplank. Een surfplank? Ja. Oh, een surfplank? Een scooter zit erin. Een scooter? Allemaal bewaard. Hé, maar is dit ook nog een schuur? Ja, hier zet ik alle spullen in. Hé, maar serieus, ik heb dit helemaal niet gezien met de makelaar, deze schuur. Ja, en onze oude fotolijsten. Ja. Kijk dan jongens, dit is echt... Toen was Luxie nog niet geboren. Nee. Dit is een collage die we toen al maakten. Toen was Lucilla nog een baby. Hoe leuk dit. Oké, die foto dan. Kijk hoe leuk. Wat grappig. Nou,
oude cassette-recorder. Nee, is die van jou? Een videoband heb ik ook gevonden met mijn eerste business training. Nee, echt waar? 98, hè? Wat niet geloven. Ja? Videobanden, oh, wie kent dit nog? Laat even ergens weten. Leon en Lucilla zegt het helemaal niks namelijk, maar dat is een beetje onzin. Ik heb een regenachtige zondag oude trainingen van papa. Oh ja, en dit, mijn oude tassen. Ja. De tassen van die uit Sri Lanka een keer meegenomen. Allemaal, oud schoentje van Luan. Wat is dat dan, Daan? Wat is dat voor een ding? Heb ik nog nooit gezien. Het is mijn surfpak. Die doe je aan. Kun je ja? Koud water vallen met een trapeze aan. Ja. Zo kom je nog eens achter dingen. Daniel heeft vroeger, dus ook met zijn ouders en met zijn zussen, heeft hij gesurfd. En dit heeft hij toen de tijd opgeslagen in de schuur. En dat lag helemaal, oh, helemaal achter in de schuur bij de ons. Ja, het komt er nu allemaal weer uit. Ja. Niet te geloven. Wat... Maar ik sta echt te kijken wat er uit dat kleine, lieve, schattige, krappe huisje van ons allemaal komt. Dat allemaal... Je man was eigenlijk een hele sportieve surfer. Ik ben nog steeds sportief. Hele sportieve... Back to the Zandert. Verhuizer. Ja, nu. Nee, wij gaan straks nog even naar Zwolle. Ja, we gaan nog even naar Zwolle toe. Want ik heb straks nog een verloskundige afspraak voor de baby in de buik. Alleen met corona mogen we daar dus niet met z'n allen naar binnen. Dus ja, we gaan even met de kinderen daarheen. Daniel blijft in de auto zitten met de kinderen. Ik ga even naar die afspraak. Het is alleen een hartje luisteren, dus niet een echo. Hartje luisteren, bloed even controleren en dat soort dingen. En dan kan Daniel daarna nog heel eventjes... Als de allerlaatste keer. De laatste aanhanger. Je wilt niet geloven, want onze schuur is nog steeds niet leeg. Nee, echt niet? Het huis heb ik gisteravond helemaal leeg gekregen. Alle schroefjes uit de muur. Maar de schuur, het is ongelooflijk. Dat wij zoveel hebben bewaard. En ook achter alle schotten. En dan moet je nagaan dat we ook regelmatig dingen weggooiden tussendoor. En die vriend van mij zegt, het is hier net een piramide. Achter elk luikje zit weer een trailer. Maar goed, dan kunnen de kinderen trouwens nog wel even afscheid nemen van ons oude huis. Ja. Want hun gaan daarna het huis niet meer zien, denk ik. We hebben opzegtermijn van dit huis en dat in april is het weg. 3 april. 3 april moeten we de sleutel van ons oude huis inleveren. Dus ik denk dat onze kinderen niet meer heel erg ons huis nog een keer gaan zien. Kunnen ze even afscheid nemen. Noemen we dit nog? We hopen het in 8 dagen te verhuizen, maar dan is dit verhuisdag nummer 9. Nee, wacht even. Het is vandaag... Ja, 9e dag gisteren. Ja, maar toen gingen we inpakken, want we hebben de sleutel vanaf maandag. En dit is nu maandag, het is nu een week. 7 dagen, ja. En we hebben 2 in weekend ingepakt en toen hadden we nog geen sleutel. Ik moet door, anders zijn we niet tijdens ik ga ook snel weer naar binnen, want het is vriend. Daar zitten we weer, in ons bussie. Wat is dit bussie een uitkomst geweest, hè, met die verhuizing. Zo, hebben we echt precies op het goede moment ons nieuwe bussie gekregen. Heeft mijn vader goed uitgezocht, hè? Ja, goed uitgezocht, want het heeft deze bus veel heen en weer gesjouwd, joh. Ik had natuurlijk veel aan de bus, maar ook met de aanhanger die erachter zit, nog erachter. En af en toe heb je de aanhanger dan van een vriend. Dan zit gewoon heen en weer rijden. Van je vader. Dat ik het in de hele week 20 ritjes heb. 20 ritjes. Maar het is wel fijn, want je hebt iedere keer een beetje bij beetje. Waardoor niet opeens alles ontploft. En dan boem, de hele massa. Nee. En iedere keer als Daniel weer wat had, ging ik het weer een plek geven en ging hij weer wat nieuw halen. Dus daardoor hebben we wel weer, het was wel weer een teamwork natuurlijk, hè. We hebben het gewoon weer gefixt met z'n tweeën. Dat bedoel ik, teamwork makes the dream. Ja, we zitten nu weer in de auto op weg naar Zwolle. Dus voor ons is Zwolle dus niet super ver weg. Het is gewoon, het is niet in Zwolle, maar even stokje. We blijven trouwens wel bij dezelfde verloskundige. Super fijn, want we hebben daar natuurlijk een heel erg goede band mee. Aangezien ik bij deze verloskundige praktijk al zit vanaf Luan in de buik. Dus 9 jaar zitten we al bij deze praktijk. Het is de 4e keer dat we met hun dus de zwangerschap en de bevalling gaan doen. En hun zeiden ook van we willen heel graag bij jullie blijven ook. En we komen ook gewoon met de bevalling. Als jullie thuis willen bevallen, bij jullie thuis. Dan rijden we maar eventjes wat verder. Dat hadden ze er graag voor over. En de verloskundigen hier in de buurt vonden dat ook oké. Omdat het eigenlijk hun regio is. Dus dat is echt super fijn dat allemaal gewoon blijft. Ja, alleen wij moeten wel even heen en weer. De kraamhulp komt trouwens ook gewoon bij ons nieuwe huis, Ina. Ik vind het ook hartstikke leuk. Je reed er ook graag even voor heen en weer. Dus in principe zijn we niet weg uit Zwolle. Het is iets verder weg dan dat je midden in het centrum van Zwolle zelf woont. Maar goed, dat... We hebben gelukkig een camperbusje. Ik wou zeggen, dat is niet zo heel erg. Nee, ze zitten daar... De kinderen zitten achterin. Die zitten nou mee. Die zijn lekker mee. Die hebben vanochtend hun thuisschool gedaan. En die gaan, als ik een afspraak heb, blijft Daniel even in de auto zitten met de kinderen. Kunnen ze nog even een dvd'tje kijken. Ik had een mandarijntje voor drinken mee. Je hebt nog 10 belletjes te doen. En papa en moeder even wat werkdingetjes doen. En daarna gaan we dus naar ons oude huis. Waarschijnlijk voor de laatste keer met de kinderen.
nog even een soort van afscheid te nemen. Ja. Lijkt me heel gek, ja, alles helemaal kaal. Bezem, stofzuigen en stofrum lekker. Ja, nog een beetje voor de nieuwe bewoners een beetje netjes achterlaten. Nou, ik had er wel, gepoetst hoor. Ik had er wel gepoetst. Je helpt toch een beetje smokkelen met het laatste beetje schuur. Met de schuurspak. Dit mag in de container en dat wil ik mee. Ja. Dat varen beter dan ik nou. Ja. Ik neem alles mee. Ja, vandaar dat we zoveel hebben. Iedere keer als ik denk, ik zet wat neer om weg te gooien, dan staat het vervolgens, stond het weer in de schuur. Ja, maar nu zie je, die surfplank. Nee, maar die surfplank die hoeft hij ook niet weg te gooien. Die scooter en dat drumstel, discussie. Maar jij bewaart ook dozen. Daniel, dit is heel raar, want als we bijvoorbeeld iets nieuws kopen, een apparaat. Ja. Stel je noemt een nieuwe waterkoker. Die zit in een doos. Dan heb ik zoiets, doe die doos lekker weg, zet de waterkoker. Maar Daniel bewaart de waterkokerdoos. Waarom? Mag Joost weten. Ja, ik heb de Nintendo-doos, de Sega, PlayStation. Ja, maar waarom? Omdat daar precies die spullen weer in passen. Ja, maar daarom, je hoeft het toch niet meer erin te doen, want je gebruikt ze toch de hele tijd. Een waterkokerdoos die bewaren. Niet maar vooral producten zoals dat DJ-tafeltje van Luan. Ja, handig, dan kun je het al een keer terugzetten. Ja, maar waarom? Dus daarom hebben we gewoon heel veel dozen, lege dozen in de schuur staan. En een vriend ook van Daniel zei ook van, waarom heb je allemaal lege dozen in je schuur? Ja, maar er zitten gebruiksaanwijzingen in van de kamer. Ja, maar waarom? Want je weet toch hoe ze werken op een gegeven moment. Labeltjes. Maar goed, dat is dus een beetje het dingetje tussen Daniel en mij. Ik ben heel makkelijk in dingen weggooien. En Daniel die wil alles bewaren. Dus soms gooi ik te snel iets weg. Dat Daniel zegt, had het nou maar niet weggegooid. En soms dan bewaart Daniel gewoon veel te lang. Dat ik denk, zonder dat je al die tijd in de weg heeft gestaan. Want je gebruikt het nooit. De bokjes wou ik bewaren, de wippen wou ik bewaren. Ja, maar dat kon ook gewoon niet, want dat paste niet meer in onze schuur. Dus dat paste gewoon echt niet meer. Dus nu moeten we wel wat nieuwe babyspulletjes kopen. Maar goed, dat is de volgende fase. Daar denken we nu nog even aan. Ja, volgende fase. Ik heb nu al babykleertjes gevonden. Die heb ik op de camera gezet. Ja, want de babykleertjes van Luan, die hebben we ingepakt toen we vanaf de flat naar dit eengezinswoninkje gingen verhuizen. En die heeft dus 5 jaar in de schuur gestaan. En ik dacht, het is weg, al die babykleertjes. Nee, die hebben teruggegeven. Achter het zonderschot. Maar dus we hebben nog wat babykleertjes voor ons nieuwe babyboertje. Achter het zonderschot verstopt. Dat is leuk. En een piramidehoekje. Dat is leuk. Zo vind je ook nog eens wat. Hè? Wie bewaart, die heeft nog wel eens. Die vriend van mij lag gisteren achter dat schot. Die zei, was niet normaal, joh. Het is net een piramide. En elk hoekje lag een schilderijtje, een fotocollage, een doos. Ja. Dus, terwijl de rest even wacht in de auto, ga ik weer naar de verloskundige om even het hartje te horen van de baby. Hier zijn we. Niet hoger door de verhuizing? Nou, volgens mij haast aan de lage kant. Hij is sneller dan normaal. Ja. De hartslag slaat echt sneller dan ik normaal van je gewend ben. En, maar je bloeddruk is heel erg aan de lage kant. Oké. Okay. 110 over 48. Wat betekent dat? Helemaal prima. Oh, een lage bloeddruk is heel fijn. Oké. Okay. Voor Ukpuk heerlijk. Oké. Okay. Ik ben nu dus 24 weken zwanger en 1 dag. Oh, keurig. Hier aan de bovenkant van je navel. Mooi hoor. Ja, is gegroeid hè? Oh, een lekkere boel. Ja. Geweldig. Maar er zit ook een lekker dot vruchtwater in. Ja. Zo. Gelukkig nu wel. Want dat was ook met Lux. Ja. Dat was misschien het verschil. Lux had ik niet zoveel vruchtwater. Nee, maar hier is echt heel veel voel ik. Ik merk het ook als ze over rotonde gaan in de auto. Dat er van alles en nog wat gebeurt van binnen. Ja. Maar ik denk dat deze Ukpuk ook wel een paar rondjes draait in de dag. Ja, dat zou best kunnen hebben. Je schopt al. Ja. Wat een lekker. Ja. Hij is ook heel soepel. Ja. Dit heb ik bij Luxie niet gevoeld. Nee, hè? Nee, had je een hele strakke buik gezeten. Ja, klopt. En hij is nu zo zacht en zo soepel. Het voelt ook veel fijner. Ik heb ook helemaal geen last van die harde buiken. Nee, het is voeling. Nee. Lekker? Ja. Ja, mooi hoor. Gaan we mooi eens even luisteren. Ja. Snel. Ja. Nu zit hij echt wel rond 150. Is goed. Keurig. Super. Nou, ik ben er weer. Super. Daar zijn we weer. Ging het goed? Hartstikke goed. Ze zei, ik heb nog nooit zo'n soepele buik gevoeld. Ja, was het leek wel zo'n stressballetje, zo makkelijk ze erin kon knijpen. Dus ze was super tevreden. Oh, en ze, als het zo doorgaat, ze kon merken wordt dat het een thuisbevalling. Dat los was en dat papa alles gedaan. Ja, zeker. Oh. Nou, het ziet er allemaal heel ontspannen uit. Ja? En de baby groeit goed. Hartje klopte goed. En heel veel vruchtwater, zei ze. Je hebt veel vruchtwater. Oh ja. En opa en oma komen straks even op de coronaproef afstand. Ja. Toch even bij ons langs, want die hebben natuurlijk de hele tijd ons huis nog niet gezien op het moment dat ze het hebben gekocht. Ja, en het hele fijne is, we hebben hun ook echt ontlast.
in deze coronapandemie moet je natuurlijk sowieso voorzichtiger zijn. Mijn vader zei wel, oh, maar kan ik echt niet helpen met dingen doen en schilderen? Dat ik zei, pap, ik heb een oude schoolvriend van mij die me helpt met schilderen. En ik heb twee verschillende dagen een aparte vriend gehad die me wat aanhangertjes heeft helpen kruien. Dat ik ze echt volledig heb kunnen ontlasten. Dus dat vond hij deels wel een beetje jammer, want mijn vader is wel een aanpakker. Maar uit veiligheid hebben we dat natuurlijk gedaan. En die komen straks coronaproef. Eventjes zien wat we met z'n tweetjes en wat hulp van anderen hebben gecreëerd. Ja, vinden de kinderen ook leuk natuurlijk. Ja. Kunnen ze opa en oma even alles laten zien, hun kamertje laten zien. Ja, dat voelt ook wel goed. Dus, dat ik was grote 40 jaar zo, mijn vrouw. Zonder je ouders. En kids, zonder mijn ouders en zussen heb kunnen fixen. Ja, wel met hulp van wat vrienden. Ja. Dat wel. We zijn bij ons oude huis aangekomen. Volgens mij is Luxie in slaap gevallen. Luxie in slaap gevallen, jongens. Mm. Och, schatje. Ja, kom maar. Die was ook al vroeg warm vanochtend. Hè. Zullen we eens even kijken in ons oude huisje? Ja. Naar alle lege kamers. Oh. Wordt ze wakker of niet? Ja hoor. Luxie? Oh ja, ze is wakker. Ja. Ja. Hé, Luxie, kijk eens waar we zijn. Bij ons oude huisje. Zullen we eens even kijken? Dat is ons tuintje. Kijk eens. Hé, dat is grappig. Dat is het enige wat er nog is. Kijk, alles is weg. Hey mama. En hier de schuur, is die helemaal leeg? Nee, bijna. Bijna leeg. Kijk, papa surfzeilen. Oh, dat bord. Ja, dat bord kunnen we nog gebruiken. Het geboortebord voor de nieuwe baby. Ja, de naam van baby. Ja. Dus dit kruik ik er nog even in. Terwijl jullie met mama gaan bezemen en stofzuigen. Ja, gaan we nog even het huis poetsen. Stofzuigen even poetsen. Goed? Ja. Kijk eens. En welkom in ons leger. Oh. Echo. Echo. Ach, kijk dan. Dat is gek, hè? Ja, dat is heel gek. Kijk, hier hangt jullie spiegeltje waar jullie iedere keer met jullie prinsessenjurk voor stonden. Die hangt er nog. Ja, dat is nog zie je dat? September. Wat is dat, Luxie? Waar is het huis dan? Zie je dat? Ja. Oh, ja, de bank is nou weg. Die staat als ons nieuwe huis. Ja, zie je dat? Dat is een opname voor de laatste keer. Ja. De tafel is ook weg, ja. Kijk. Oh, die lamp die moet ook nog mee. Zie je? Ja. Ja, ik zie het, liefie. Ja, en de voortuin, jongens. Kijk dan. Zonder grasmatje. Gek, hè? Kijkt heel gek zo opeens, hè? Ja, alsof ik leef van het huis is. Ja. Kijk dan. Lege huls. Gewoon onze voorkant. Hier is een hele lege. Ja. Dat is wel heel raar zo, hè? Apart, hè? Zullen we eens even kijken naar jullie kamers? Of daar nog wat staat? Ja! Ja? We kijken naar jullie kamers? Heeft sterke papa allemaal gedaan, kinderen. Zo, papa flink gewerkt. Ja, ja. Ik heb de vingers helemaal kapot, zie je ja. Dat? Mama, kijk de armband! Ja, oh, pak die armband maar. Wil je die nog hebben? Ja! Kijk eens, de armband. Oh, niks zie. Nou, dan gaan we eens even boven kijken. Ik ga naar schuur kijken. Ja! Even kijken. Hier, oh, de tekeningen, die moeten er ook nog eventjes vanaf gehaald worden. Die nemen we wel mee natuurlijk. Kijk, de gang. Helemaal leeg. Gek, hè? Als iemand hier wil wonen, wonen ze hun gewoon in het oude Bellingra-huis. Ja, dat is wel waar, ja. Dat is wel waar, als je dat zegt. Heb je er niet eens over nagedacht. Dat is dat, Lucilla, haar kamer. Kijk dan. Gek is dit, hè? Kijk dan. Hier stond jouw bed. Mama. Ja. Nu alles eruit is, vind ik het nu wel best een klein kamertje. Ja, gek is dat, hè? Ja. Dus altijd. Als je dan alles, ja, ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar dan kom je weer terug en denk je, oh, het een klein kamertje. Terwijl gevuld lijkt het gewoon een heel gezellige, toch een goede kamer. Maar het is, ja, we hebben nu natuurlijk ook wel een goed beetje een contrast. Oh, kom maar. En waar is jouw kamer? Waar is jouw kamer? Is dit jouw kamer? Oh, wat gek, Luxie. Maar mama, dan moet je juist nog groter zijn. Wat spulletjes terug. Ja, dan heb je meer ruimte. Dat is ook wel weer zo. Ja. Ja, kijk, dit moeten we al nog eventjes stofzuigen. Bezemen. Ik heb een idee. Heb jij een goed idee? Ze heeft weer een idee. Waar heb je... En broerkamer. Ja. Dit is broerkamer. Broerkamer die is ook leeg. Alleen bed staat er nog. Al zijn ze wel met die kleuren. Ja, maar ze kunnen zelf de muren verven.
Ja, dat moet er ook nog even vanaf. Zie ik. Een paar dingetjes nog. Dat bord moet trouwens ook wel mee, want die wil je ook nog wel hebben volgens mij. Hè? En deze. Kun je dingen ophangen. Ja. Moet ook nog even mee. En dit is ook... Ja, jouw kapstokje voor je badjes op te hangen. Is ook nog wel een goed idee. Met je mooie parkzicht, kerel. Ja. Ja, en bed. Ja. Het bed gaat, gaan we aan iemand anders geven. Die blijft hier, die gaat papa weggeven aan iemand anders. Aan andere kindjes. Jouw bed hebben we aan jouw buurmeisje gegeven. Weet je dat nog? Jackie heeft jouw bed. Daar was ze heel blij mee, hè? Daar is de badkamer. Kijk, dit ziet er ook raar uit zo, hè? Kijk, het bad dat opa nog erin heeft gezet, zie je dat? Even open, want hier zat geen bad in het huis. Het was alleen een douche. Ja. Maar wie heeft dit gedaan? Wij hebben nu gewoon een eigen badkamer met een hele luxe douche erin. En jullie hebben badkamer met een bubbelbad en een luxe douche. Ja, jongen. En dit was gewoon een heel... Ja, maar weet je wat het leuke is? Te realiseren dat je in principe helemaal niet uitmaakt in wat voor bad je zit. Want je zit gewoon lekker gezellig. En wat of het nou een groot bad is of een klein bad, ja, dat maakt je, niks weet uit. We allemaal hierin gaan, dus zullen we ook allemaal... Wat krap, kan jij dan eruit wie er klaar is? Ja, dat klopt. Ja. Lucilla die zegt van, ik zat hier ook wel eens met de kinderen in het bad. En het werd steeds krapper omdat Luxie steeds groter werd en die andere kinderen ook steeds groter. En mijn buik steeds meer ging groeien. Dat ik iedere keer zei, oké, wie gaat er uit bad? Want het past niet meer. Ze konden niet met z'n allen in bad, hè. Die tijd die is voorbij. In ieder geval in dit badje. Kijk, het is wel een klein badje, maar wel een gezellig badje. Wat is je schatje? Broer. Wat, broer? Kijk. Oh, broer, Aluan. Ga je het missen, jongen? Mm-hmm. Wat trassen, die zit niet op. Dus doe ik een beetje bijna mijn kom. Ja, ik zie het, ja. Je ziet op de latjes. Ja. Dit was jouw kamer die je zelf had uitgezocht, hè? Ja. Ja. Mama. Ja. Papa-kamer. De papa-kamer. Papa-mama-kamer. Gaan we kijken. Hoe is het met de papa-mama-kamer? Gant helemaal in het huis. Met de echo. Ja. Ja. Gaan we naar boven. Ja, dan komen we op de zolder. Ja, hier, kijk. Nou, dit ziet er ook raar uit, hè? Grote bed weg, Luxie. Kijk, en achter deze schotten, daar en daar, hadden we dus ook nog opbergruimte. Dat wist je niet, hè, met verstoppertje spelen, dat hier ook nog niet was. Ja, ik wist wel hier. Hier, ook maar ruimte nog, opbergruimte. Was want dit? Ja. Ik wist wel hier dat het hier plek was. Ja? Maar ik wist niet daar. Daar stond papa's drumstel, stond daarachter. Wat er nu in de schuur staat, stond hier achter. Mama! Kijk, hier achter. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zo. Daar stond het achter. En opa. Oh, een bal. Bal. Heb je gevonden? Mag je wel houden. Opa die heeft deze ombouw gemaakt. Ja. Dat zat niet in het huis. Nee. Want in het huis zit een installatiesysteem. Kijk, deze. Dat is een hele ombouw. Ja, dat was mama's klerenkast, hè? Mam, daar kijk. Kan je zitten. Ja, dit zit achter die deurtjes. Mama. En hier had papa zijn kleren liggen. Ja. En daarachter hadden we de winterkleren liggen. En mama had dus op deze plankjes... En mama ging de, haar eigen klerenkast. Rotzooi gemaakt. Ja, het was een beetje rotzooi. Gek, hè? Ja... Dit was altijd jullie verstopplek, hè? Als je ging een verstoppertje spelen, gingen jullie hierin verstoppen. Mama! Achter het deurtje. Ja, dat is de installatie van het huis. Er komt de frisse lucht door. Gaan we eerst even grote dingen doen. Alleen maar duurzaam. En dan daarna nog met de stofzuiger afbrengen. Ja? Goed. Ja, kijk, zo. Zo. Vind je er gewoon een briefje met mama, kusje, kusje van Luan. Wie zit er in dat kastje?
Koekoek! Lucilla! Nou, we gaan nu naar beneden en ik wil nog eventjes de tuin laten zien. Want jullie hebben ook nog niet zo daar zo goed gekeken. Dus daar ga ik nu even naartoe voor de trap af. En ik zie jullie zo weer even nog onze tuin laten zien. Het tuintje van Judon. Rappen zo. Is open. Oh nee, mijn cheese. Oh ja. Daar staan we, ja. Kijk. Dit is Luxie. En kijk. Dit is nu... Luxie, wacht even. Kijk. Dit is nu een beetje onze tuin. Geen grasmat weer. En dit was ons tuintje. Maar allemaal... Weg. Heel jammer. En kijk. Hier gingen we dan de doorheen. Dit was onze voordeel. En dit was ons mooie uitzicht. Toen we buiten gingen spelen. En ja, dat is een beetje onze tuin. En de achtertuin, die ga ik ook even laten zien. Ja. Dus ook even de achtertuin laten zien? Ja, doe maar. Ik ga even omlopen. Omlopen om het huis. Zo. Even omlopen. Even omlopen. Gaan we op de stoep. En de omheen. Maar dat was ons oude huis. Maar toen ging verhuizen. Nee. Is dit van ons? Ja. Ja. En dit is van onze achtertuin. De schroef even leeg een beetje halen. En de trampoline. En ja. Eigenlijk is dit een beetje ons huis. Lucilla's kamer die is bijna leeg. Behalve deze bananendozen. Maar die gooi we even uit het raam. Van onderaan. Yo. 1, 2. Hoppatee. Goed bezig, jongen. Ondertussen gestofzuigd. En alles schoongemaakt. Nou, schoongemaakt. We zijn nog niet helemaal klaar. We moeten nog wel een keer terug voor de laatste... afval en zo weg te gooien en de laatste dingetjes. Ik heb hier dit nog mee. Dat mooie plaatje wat jullie nog hebben gemaakt. Lieve fans hebben gemaakt. Deur op slot. Lucilla voor de laatste keer op de trampoline. Kijk hoe hoog ik kom. Kan je heel hoog laten zien? Hoe hoog ben je? Oh. Wauw, schatje. Wat heb jij hier veel op gesprongen, hè? Ja. Wat heb jij hier veel op gesprongen? Samen met Luan en Lixie. Ga je mee? Ja. Springen we ons busje in. Zeggen we dag, schattige huisje. We hebben heel erg van je genoten. Super mooie jaren gehad, maar we hopen nu dat er een ander mooi gezin. Of in de vlog zien andere... ze ons huis niet meer. Oh, in de vlog zien ze ons huis niet meer, zegt Daniel. We zijn er wel in ons huisje, we laten je los. Ja, dankjewel voor de mooie jaren. Op naar een nieuwe start voor ons. En dit is nog even de voorkant van ons huis. Heerlijk huisje. We gaan je wel missen. Dit is de achterkant van ons huis. En hier zit de aanhanger. En de kindjes gaan denk ik weer een filmpje kijken. En dan gaan we weer terug. Mama, mijn snoepie pak. Oh, heb je een snoepie gepakt? Boefie. Dan deugen een snoetje. Pip ook weer lekker in de auto. Zeg maar daar, oude huisje, Pip. Ja, en Woezel ook. Wij gaan weer op naar ons nieuwe huis. Doeg. Zo, we zitten in de auto. De laatste keer langs ons huis. Doei. Dag huis. Dit is huisje. Dag huis. Doei huis. Doei. En dag mooie parkje. Dag voor het parkje. Met strandje. Blijf je altijd terugzien in onze vlogs. Ja. Nou, op afspraak. Hier even advies gekregen over de beste stofzuiger. En het is deze mooie geworden. Nou, betaald en op naar huis. Nou, kijk, en op 1,5 meter, wie zijn er op de koffie? Opa en oma. Nou. Zijn jullie verrast de hele week? Alles geschilderd, hè? En we hebben de laatste aanhanger meegenomen net met de kinderen. Dus ons oude huisje is nu helemaal
leeg. Nee. Ja. De bomen die kunnen groen worden. Nou, schat, ik haal even met Luan Chinees eten. Lekker, lekker. Even de tuin laten zien. Maar de muizen zijn lekker hier. Ik ga naar de Chinees. Drie generaties Bellinga aan de bus. Hey. Bellinga senior. Luan, waar ben je? Ik zie je niet. Hier. Luan en papa, we gaan even Chinees halen. Ja. Meisjes aan de tafel ontdekken. Nou, en wij sloten deze dag af met lekkere Chinese eten wat we hebben gehaald. En opa en oma. Nou, vond jullie een leuke video? Doe je onder de duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik zie je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Volg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan.